zeggen. Jullie gaan binnenkort naar Engeland. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, dat klopt. Wij gaan binnenkort naar Engeland. Naar het Red Rose Camp. Daar gaan wij al deelnemen. Dat is niet alleen een kamp om plezier te hebben. Maar er staat ook nog een stukje uitwisseling in het teken tijdens dit kamp. Juist. En naar welke plaats gaan jullie? De plaats waar het kampeerterrein is Cumbria. En Cumbria is een heel klein plaatsje ten noorden van Manchester. Om maar even iets aan te geven. En daartussenin ligt de stad Preston. De contactstad van Almelo. Juist. En ik geloof dat jullie daarom, omdat Almelo de contactstad is, dat jullie daarom naar Engeland gaan. Ja, dat is correct. Wij nemen deel aan het kamp om een uitwisseling te verzorgen met scouts al daar. Aan het kamp nemen internationale scouts mee. Uit heel de wereld zelfs. Maar ook Engeland en ook dus Preston. En de groep waar wij het meeste contact mee zullen hebben of meer zullen samenwerken is First Cotton Group uit Preston zelf. Ja, waarom hebben wij daarvoor gekozen? Het is natuurlijk een gezamenlijk met de Preston Scouts. We willen graag samen met hun vieren dat wij 70 jaar lang een partnerstad zijn. En dit kamp kwam natuurlijk als heel goed naar voren. Dat is een mooie kans. Ja, het kamp is opgedeeld in elke dag een ander onderdeel. Zo heb je natuurlijk activiteiten waarbij plezier voorop staat, waarbij scoutingtechnieken voorop staan, de omgeving verkennen. En dat zullen wij doen gezamenlijk met de Preston Scouts en natuurlijk samen met ook andere scouts uit andere landen. Aanstaande zaterdag gaan we weg, 's ochtends heel vroeg met de trein. En dan vliegen we naar Manchester toe en daar worden we door de Preston Scouts opgehaald met een busje. En dan gaan we naar het kampterrein toe. En wanneer is het helaas weer afgelopen? Ja, we blijven een week, dus de zaterdag erop vliegen wij weer terug. En dan is het avontuur voorbij. Maar goed, de pret zal natuurlijk nog lang in onze herinneringen, in ons geheugen blijven. En het contact met Preston Scouts, die blijven. Hoe hebben jullie dit allemaal kunnen bekostigen? Ja, we hebben zelf natuurlijk meerdere acties gehouden. Meerdere acties om geld binnen te halen. We hebben flessen verzameld. We hebben een winactie gehad, een taartwinactie. En we hebben natuurlijk vele sponsoren die ons een financiële bijdrage hebben gedaan.